En dan nu het nieuwsoverzicht van donderdag 5 januari. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er vorig jaar voor het eerst sinds 1900 meer mensen zijn overleden dan geboren. Uit de cijfers bleek dat er 168.000 baby's werden geboren en dat er 169.000 mensen zijn overleden. Toch groeide het aantal inwoners van het land door het hoge aantal migranten dat zich in ons land vestigde. Vorig jaar kwamen er 402.000 migranten naar ons land. In de top 5 van grootste groepen migranten die afgelopen jaar naar Nederland kwamen, staan de Oekraïne, Syrië, Turkije, India en Polen. In totaal telt Nederland nu ruim 17,8 miljoen mensen. De CBS verwacht dat de bevolking relatief snel zal groeien. Volgens een prognose van het Statistiekbureau heeft Nederland in 2056. 20 miljoen inwoners. Vandaag is de begrafenis van Jozef Ratzinger, voormalig Paus Benedictus XVI, die op 95-jarige leeftijd overleed. Paus Franciscus zal een plechtige maar eenvoudige begrafenis van ex-paus Benedictus leiden. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een zittende paus een processie leidt van zijn voorganger. Ratzinger leidde de katholieke kerk van 2005 tot zijn aftreden in 2013. Hij legde zijn functie destijds als eerste paus in 600 jaar neer... wegens een slechte gezondheid. Ratzinger gaf vorm aan de katholieke leer... maar kreeg heftige kritiek te verduren... in een rapport over seksueel misbruik in het Duitse bisdom München... over de manier waarop hij de zaken behandelde... toen hij in de jaren 70 en 80 aartsbisschop van München was. Ratzinger heeft toegegeven... Valse beweringen te hebben gedaan in het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden had ondanks meerdere stemrondes gisteravond laat nog geen Speaker of the House opgeleverd. Fractievoorzitter van de Republikeinen Kevin McCarthy heeft ondanks vijf stemrondes telkens te weinig stemmen om de voorzittershamer over te nemen van Nancy Pelosi. Donald Trump heeft gisteren alle extreemrechtse republikeinen opgeroepen hun blokkade van McCarthy te beëindigen en hem te steunen voor het voorzitterschap. De republikein Matt Gaetz droeg Jim Jordan voor als voorzitter. Jordan heeft laten weten geen interesse te hebben in de functie. Hij is op dit moment lid van een gerechtelijk comité en wil mensen aan een kruisverhoor kunnen onderwerpen om de waarheid naar buiten te brengen voor het Amerikaanse volk. Joe Biden noemt de republikeinse chaos in het congres genant. Het Hoge Rechtshof beslist morgen of ze de zaak van de brunson gaan behandelen. Als de rechter in het voordeel van Brunson beslist, kunnen zowel Joe Biden als Kamala Harris en het grootste deel van het congres uit hun functie verwijderd worden. Malta, Mozambique, Zwitserland, Ecuador en Japan worden de komende twee jaar. De nieuwe roterende leden van de VN-veiligheidsraad. De VN-veiligheidsraad telt vijf permanente leden met veto-recht. Dat zijn Groot-Brittannië, China, Rusland, de Verenigde Staten en Frankrijk. Daarnaast zijn er tien niet-permanente leden, waarvan er om de twee jaar vijf worden vervangen. Zwitserland en Mozambique nemen voor het eerst deel, Japan voor de twaalfde keer. En dan het weer. Het lijkt vandaag een wat drogere dag te worden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en in het oosten van het land kan af en toe de zon doorbreken. De middagtemperatuur varieert van 10 tot 12 graden. De wind komt uit het westen en is matig tot krachtig. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het nieuwsoverzicht.